Hallo, in deze video laat ik jullie zien hoe je de poten haakt van Sean. Ik heb hier al een voorbeeld, ik heb al één gemaakt en die ga je natuurlijk ook opvullen. Ik heb het vergrijsgaren gedaan, weer dubbel. En ik zal jullie laten zien hoe het gaat. We beginnen met een magische ring. In die magische ring gaan we 8 vasten haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en het is 8. We trekken het staartje aan. En we hebben een mooi rondje. Je gebruikt sowieso de markeerder, want die moet je steeds gebruiken in de eerste steek van de ronde. We gaan nu met ronde nummer 1. We gaan in elke steek 2 vaste haken. Je wilt gewoon een mooie ronde voet, dus ik wil geen aanzetten, dus ik ga gewoon doorhaken. 1, dat is nummer 2. Je zet de markeerder weer in de eerste steek. Ga je verder. 2 vasten in elke steek. In principe moet je dan uitkomen op 16 vasten. Eén, twee, en in de laatste 1, 2. Even tellen, op 16 vasten uitkomen, dus dat is nummer 1, die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en nummer 16. Dan gaan we vandoor met ronde nummer 2. We halen onze markeren eruit. Het is in principe heel simpel. We gaan 1 vaste haken in de eerste steek. Zetten onze markeerder er weer in. En in de volgende steek doe je 2 vaste. Je bent weer gewoon aan het meerderen. 2 vaste en dan in de volgende steek 1 vaste. En in die volgende steek weer 2 vaste. 1 vaste in de steek en dan weer 2 vaste in de volgende steek. Zo ga je door tot aan het eind hier voor je markeerdere steek en dan moet je weer op 2 vasten uitkomen. Ik zie je zo. Daar ben ik weer. Ik ben geëindigd met 2 vasten in de laatste steek voor de markeerder. En als het goed is, hebben jullie nou 24 steken. Dan gaan we door met ronde nummer 3. Haal die markeerder er weer uit. 1 steek in de eerste. Markeerder er weer in. En nu ga je nog een steek haken. En in de volgende steek 2 vasten. 2 steken vasten. 1, 2 en in de volgende steek weer 2 vasten. Gewoon weer meerderen om de 2 steken. 1, 2 en dan ga je hier weer 2 vasten in doen. Zo ga je de hele ronde door. En dan zie ik jullie hier weer bij de laatste steek. Dan moet er weer 2 vasten in zitten. Tot zo. Daar ben ik weer. Als het goed is, ben je weer met 2 steken uitgekomen voor je markeerder. En je totale steken moeten nou zijn 32. Wat we nu gaan doen, we gaan in de achterste lus werken van de steken. Dus we halen onze markeerder eruit.
En we gaan niet door de hele steek werken, maar in de achterste lus. Daar gaan we allemaal één vaste inzetten. Dus wat gaan we doen? Pakken de lus en we zetten hem vast. Markeer er weer in. Deze keer zet ik hem even vast. En dan de volgende in de achterste lus. Eén vaste. Achterste lus. Zo gaan jullie de hele ronde om en dan zie ik je hier weer bij de markeerder. Daar ben ik weer. Ik ben weer bij mijn markeerder aangekomen en je ziet, je krijgt een beetje een kommetje effect. Dat is de bedoeling ook. Het pootje moet omhoog gaan. Dit is in principe de sole. En nu gaan we omhoog werken. We halen onze markeerder er weer uit. En wat we nou in deze ronde gaan doen, ronde nummer 5, we gaan in elke steek 1 vaste haken. Dus haal hem door. Vergeet niet de markeerder. Omdat we dus nou zonder aanzetten gaan werken, moet er steeds de markeerder erin. Anders weten we niet meer waar we zijn. In elke steek 1 vaste. En dan gaan we weer door beide lussen. Hè? Zo ga je de hele ronde om. En dan zie ik jullie hier weer bij de markeerder. En jullie houden gewoon 32 steken. Tot zo. Daar ben ik weer. Ik ben weer aangekomen bij een markeerpennetje. En dit was de ronde nummer 5. We gaan nu naar ronde nummer 6 en we gaan nu minderen. Dus wat gaan we doen? Pennetje haal je eruit. En je gaat eerst 2 steken haken. 1. Vergeet de markeerder niet. En dan weer 1. En de volgende 2 steken ga je samen haken. Je haalt hem onderdoor. Pak de lus op. Bij de volgende steek haal je hem onderdoor. Dus in principe heb je 2 steken eronderdoor. En je haalt er doorheen. Wat doe je nou weer? 2 steken haken. 1. 2. En dan ga je deze 2 weer samen haken. Dus je haalt hem onderdoor, haalt de lus op, haalt hem onderdoor, dan heb ik al 2, door, en je haalt de lus op, en je gaat ze samen haken. Doe je dat weer een keer, 1, 2, en de volgende 2 ga je weer samen haken, 1, en dat is nummer 2. Je gaat nu gewoon minderen. Nog een keer voordoen. 1, 2 haken, 2 samen. 1, 2. Ik zie jullie hier aan het eind bij jullie markeerder en dan moet je eindigen met 2 steken samen. Ik zie jullie zo. Daar ben ik weer. Ik ben weer keurig uitgekomen met 2 steken samen voor de markeerder. Nu gaan we door met ronde nummer 7. We halen ons pennetje er weer uit. En we haken weer 1 vaste. Pennetje er weer in. Hij wil niet zoals ik wil. Nu haak je 1 vaste en dan haak je weer 2 vaste samen.
Oh, moet bij de draden wel meenemen. Doe je weer, je haakt weer één vaste. En je haakt twee vaste samen. Dus je bent weer aan het minderen. Pak je weer. Ik heb steeds het staartje van de binnenkant door. Eén vaste. En dan haak je weer twee vasten samen. Eén vaste. Twee vaste samen. Eén vaste. En weer twee vaste samen. Ik zie jullie hier weer bij het eind. En je eindigt met twee vaste samen. Tot zo. Ik ben weer gekomen bij het einde van de ronde. Ronde nummer 7. Ik heb de draad even een eindje opgetrokken. Want wat ik nu ga doen. Ik ga even het staartje naar buiten trekken. Het staartje moet je straks keurig afhechten. En als je de voet omhoog gaat haken. Dan wil dat niet meer. Dan kun je er niet meer bij komen. Dus ik heb hem even aan de andere kant getrokken. En ik ga hem straks afhechten. Jullie zien nou in principe de ondervoet van Sean. Ronde 8 tot en met 30. Daar ga ik nu aan beginnen. Ik heb 30 rondes gehaakt. Om de been op lengte te krijgen. Dat zie je hier. Dan heb je ongeveer deze beenlengte. Het is maar net wat je wil. Ik heb een beetje, de middellange benen gekozen. Maar je kan het in principe langer doen of korter. Het is maar net wat je zelf mooi vindt. Maar ik heb 30 rondes gehaakt. Dus dit is ronde. We beginnen nu met ronde 8. En het zijn gewoon allemaal vasten op de vasten. Ik ga met jullie één ronde doen, ronde 8. En misschien ronde 9. En dan is het aan jullie hoeveel ronden je wil haken. Maar altijd, altijd in de eerste steek je markeerder. Dan gaan we met ronde nummer 8. Doet weer één vaste. Zet je markeerder er weer in. En in de volgende doe je ook een vaste. In principe is het gewoon allemaal vasten. Je hebt 16. Sorry, ik ben iets verkouden. In principe heb je dus 16 steken. Dus je gaat ook 16 vaste haken. En je gaat weer gewoon keurig het rondje. Rondje afhaken. Sorry. Tot je weer bij je markeerder komt. En dan haal je die er straks weer uit. En dan ga je door met ronde nummer 9. In principe hetzelfde wat je nu doet. Op elke vaste. Een vaste. En dan krijg je gewoon lengte aan de been. Poot van Sean. Zo simpel is het. Maar vergeet niet je markeerder. Ik ben weer bij mijn markeerder aanbeland. Ik haal hem er weer uit. En ik begin op ronde nummer 9. En dan doen we weer gewoon hetzelfde wat we nu hebben gedaan. Overal een vast in. En je maakt de ronde zolang je wilt. Ik heb 30 gedaan. Het is aan jullie hoeveel jullie willen doen. Veel succes ermee.